Bij de Slim Fitskids ben ik met aanmaking in jazz gekomen. En dat is een jeugdbigband met verschillende leerlingen uit muziekscholen van, was dat toen van Heerlen, Maastricht en ook uit Aken. En, dan leer je eigenlijk een beetje de beginselen van de jazzmuziek. En je leert ook het improviseren. En ik heb dat altijd als een leerzame en leuke periode ervaren. Ik heb daar echt veel aan gehad en kreeg toen ook nog les van andere leraren toen ik bij die big band zat. En ook Mark Huyne die heeft ons veel bijgebracht qua improviseren en zo. En wat je er allemaal mee kunt en hoe je dat kunt toepassen. Dus dat is zeker wel heel leerzaam en leuk geweest ook. Eerst 2 jaar in Maastricht gezeten, daar heb ik les gehad van Claudius Valk. En toen wou ik toch de overstap maken naar Amsterdam om ook nieuwe contacten te leggen met andere studenten van verder weg. En daar heb ik nog les gehad van Ferdinand Povel, Simon Richter en Jasper Blom. Mijn zoon is inderdaad wel echt wel een bescheiden jongen, maar wel een goede muzikant. En dat heeft wel de doorslag gegeven dat ik me daar wel staande heb kunnen houden. Ik vind heel veel verschillende soorten muziek leuk. Ik zie wel altijd de jazz wel als de basis waar ik altijd naar terug ga. Hoe ik dingen benader ook qua theorie en zo en muziek. Maar ik vind daarnaast ook fusion vind ik te gekke muziek. Funkmuziek vind ik leuk. Latin spreekt me aan. Maar ook klassieke muziek. Want voordat ik met de jazz begon heb ik ook nog een aantal jaar... Maar ik begon eigenlijk vroeger met klassiek piano. En ook met klassiek saxofoon hier bij de plaatselijke fanfare. Dus, wel een beetje zo verschillende achtergronden van muziek, ja. Ik ben onlangs aangenomen bij de Marinierskapel in Rotterdam. En die spelen ook gedeeltelijk lichte muziek, maar ook gedeeltelijk klassieke muziek. En daarom heb ik dat ook die klassieke muziek wel bijgehouden, omdat je daar ook een beetje zo moet kunnen. Dus ik doe heel veel verschillende soorten dingen, ja. Ja. Ik speel nu in veel verschillende andere bands eigenlijk weer. Ik speel nu in een beetje een jazz-funk-achtig band, Marshmallow heet die band. En er staan ook leuke filmpjes van op YouTube. Dat is een leuke zanger en gitarist, Marcel Jansen heet die. Een leuke drummer die ook bij Haven speelt, David Broeders heet die. En zijn we nu met covers bezig, maar ook met eigen muziek. En dat is zich wel leuk aan het ontwikkelen op dit moment. Omdat ik nou die functie is bij de Marinierskapel, doe daarnaast dan ook nog lesgeven en gewone optredens nog in bands, dan kun je er wel van leven, ja. Maar als je alleen helemaal moet hebben van alleen maar optredens in het weekend, dan is het wel, kan het wel lastig zijn, ja. Ja. Breathe, breathe in the air. Don't be afraid, I care. Ik vind het zelf ook erg mooi om verschillende soorten muziek ook... beetje te mengen en met verschillende soorten instrumenten bezig te zijn. Ik ben nu een paar jaar bezig ook met basgitaarlessen volgen bij Roman Korolik, een waanzinnige bassist. Daarnaast heb ik ook een aantal lessen op dwarsfluit gevolgd en ben ik ook nog altijd met piano bezig. Dus daar kom je toch ook in aanmaking door die verschillende instrumenten met andere soorten muziek. Bijvoorbeeld de basgitaar doe ik ook veel funk en fusion muziek spelen en op de fluit weer meer Latin muziek. Dus, het is wel mooi dat je dan een beetje met die verschillende stijlen zo bezig kunt zijn. Ja.
nog gewoon beter te worden op alle instrumenten. Dat is eigenlijk mijn uiteindelijke doel. En dan uiteindelijk toch wel met nog een beetje bekendere muzikanten nog in aanmerking komen. Of een eigen fusion band oprichten en daar nog groter mee worden. Dat is eigenlijk wel mijn droom voor de toekomst. Dus we zullen zien hoe zich dat nog gaat ontwikkelen.